Fakken dames en heren, we zijn er gewoon terug van nooit weg geweest. Deze keer interessant, leuk en gewoon familiaal, heel gezellig. Want ik ben met Bim, de enige echte, de boys zijn hier in de auto met mij. Yo. It's an honor for me, ik ben blij. Hoe is het man, hoe is het? We zijn er gewoon. Is goed zo? Rustig man, we zijn er man, we doen ons ding. Jullie ook, jullie gaan dik heb ik gezien. Ah, oh, dik. Stap. Maar ik zie niet, dat gaat een lange interview worden deze. Kom, hoe praat je dat zo? We moeten af naar daar kijken. Als je nee, helemaal niet. Helemaal niet. We zijn echt, deze vibe is gewoon, die camera's zijn er gewoon om alles op te nemen. Het is gewoon onder ons Snapchat. Hij weet het. Hij is dat gewoon. Links, rechts. In bars gaan we ook. Snap je. Nee, wat dus we zijn er man, boys. Kijk, hoe is het? Hoe voelt het? Na die laatste Dior is uitgekomen. Een weekje of twee geleden, als ik me niet vergis. Hebben jullie goede commentaar gekregen erover? Wat is de vibe die jullie nu ondertussen ervaren? Ja, goede feedback. Dat is totaal iets anders dan wat we ervoor brachten. Dus, ja, dat is wel waar. Ja, is een andere sound. Maar ja, we zijn van plan om in de toekomst gewoon verschillende sounds te proberen. Oké. We zijn niet gefocust op één sound. We zijn allround artiesten. Alles gezegd. Hij heeft alles gezegd? Serieus. Daar hebben we het programma hiervoor. Ik heb een paar vraagjes genoteerd voor jullie. Kennen het concept? Judge questions sowieso. Ik heb een paar vragen voor de man hier. Let's do this. Hey, we waren al vrienden voordat Bim ontstond, al sinds way back. Misschien 10 jaar geleden of zo. Jullie kennen elkaar 10 jaar? Ja, zeker. Misschien meer dan 10 jaar. Ja, meer. En hoe komt het dan dat jullie samen zijn opgegroeid in dezelfde buurt of zo? Ja, samen opgegroeid, voetbal. Mm-hmm. En ja, dat heeft ons allemaal bij elkaar gebracht. En ja, sindsdien hebben we niet meer veranderd van kring eigenlijk. En dan ja, Bim, dat was de periode dat Mowgli nog bij Brugge speelde. En wij gingen daar dan op vakantie, laten we zeggen. Mm-hmm. Dat was zo'n moment, niks lukte echt bij voetbal. Iedereen was zo'n beetje, alleen niks lukte. Iedereen was zo'n beetje in een periode van niet veel spelen. Tegenslagen. Mm-hmm. En we gingen naar daar en we zetten gewoon beats op YouTube. We beginnen te spitten. Mensen komen beginnen te freestylen en zo. Dat is eigenlijk ook als een grap begon, snap je? Ja, Want Lift al maakt al muziek. Is dat? Ja, ik pik niet. Maar dat was zo muziek gewoon om. Hij is op boezie zijn album. Van 2016 of zo. Die man is al lang in de game. Allang. Mensen denken al sinds Bim, man. Ik noem dat niet in de game. Bescheiden jongen. Ik maakte muziek gewoon voor in de waggie eigenlijk. Uh-huh. Puur voor fun. Dacht nooit van ik ga uitbrengen. Yeah. Pas echt met die mannen toen Bim echt was. Yeah. Toen pas is dat echt begonnen van oké, we gaan uitbrengen en shit. Mm. Maar. Ja, maar hoe is dat gebeurd? Hoe kwam die klik zo van oké, normaal gezien we maken gewoon muziek voor in de auto. We chillen onder boys. Maar hoe is die klik gekomen van weet je wat eigenlijk? We gaan het ook gewoon openbaar maken voor iedereen. Dat iedereen ervan kan genieten. In het begin, we maakten gewoon muziek, dus voor in de wagen. En dan, onze muziek, toevallig, dat werd heel erg geleakt. Mensen kregen dat en die blijven posten en zeggen, wanneer gaan jullie dat uitbrengen, Maar wij zelf hadden niet echt de ballen, laten we zeggen, om dat uit te brengen, snap je? Als voetballer ook, dat is een beetje raar muziek uit te brengen. Ja, mensen hebben daar zo een vertekend beeld van. Zo, bijvoorbeeld ook als je kijkt naar Memphis Depay of zo, een Quincy Promes of zo, die muziek maken. Low-key is daar super veel haat omdat mensen zeggen van focus gewoon op je sport, focus gewoon op je voetbal. Ook gewoon familiaal, snap je? Ja? Ja bro, voor mij dan individueel, ik speelde bij Club Brugge. Ja, hoe gaat je dan opeens uitleggen dat je opeens muziek gaat maken? Klopt. Dat is een beetje raar. Mm-hmm. Dus ja, en dan dat werd geleakt, dat mensen blijven ons pushen, hypen. Dan onze manager, iemand die ons begeleidt, laten we zeggen. We waren naar zijn appartement en ik denk broer van Mowgli, Sebas, is van jou. Hij laat in onze liedjes luisteren. Want zijn oudste broer, diegene die ons begeleidt, maakt ook muziek. Die was een artiest, ja. Ja, van zwart werk. En die luistert en die zegt, eigenlijk, jullie kunnen daar eigenlijk nog iets van maken, snap je? Mm. En dan, wij lachten eerst. En die zo, nee, serieus, willen jullie echt serieus beginnen uitbrengen? Zo, we gaan wel investeren, hij en Stem. We zaten gewoon bij elkaar en we hebben gezegd, we gaan dat gewoon doen, snap je? Ja, Boezie zei ook van, kijk, ik zeg jullie eerlijk, doe het man. Doe het man. Toen kwam No Lie uit. Heb geen tijd, ik moet door.
Eigenlijk rappen eigenlijk wat we meemaken, zeg maar. Bijvoorbeeld soms over voetbal rappen wij. Onze sousies moeten we uit in de tracks. Mm-hmm. Soms in het dagelijks leven, wat we willen, wat we graag doen en dit, dat. Soms ook in het liefde. En meestal, onze meeste tracks gaan eigenlijk over voetballers ook. Wij geven een verhaal uit naar hun, wat we meemaken als voetballer. Maar niet per se alleen voetballers, eigenlijk ook voor iedereen. Wat jullie rappen is echt wat jullie leven in die zin. Ja. De liedjes die we hebben uitgebracht, min of meer, mm-hmm. over wat we willen. Mm-hmm. Niet per se wat wij leven of zo, mm-hmm. maar ook wat wij willen, snap je? Ook bijvoorbeeld zo, wat jullie graag zouden willen bereiken, ja, of zo in de toekomst. Ja, je praat gewoon over bijvoorbeeld, ik wil die Millie. Dan ga je zeggen van, kijk, ja, ik wil die Millie. Ik wil die Mary, inderdaad. Op zich een liedje. Precies, Lifestyle. Ja, snap je? Dat is Lifestyle Crazy is echt gewoon een droom eigenlijk. Mm-hmm. Als je kijkt naar No Lie, dat was echt onze voetbalsoesies. Wat we hebben meegemaakt in voetbal. Ik denk dat veel mensen No Lie verkeerd hebben begrepen. Hoezo? Ah, die denken dat we swipers zijn ofzo. Hoe doet je een swiper? Omdat ik zeg in die track, yeah. Ik wil kunnen swipen met die kaarten in Dubai. Ik wil kunnen swipen met die kaarten in Dubai. Moet blijven rennen tot de finish. En veel mensen kwamen dan, oei. Snap je? Ja. Andere mening, man. Dat is zoals je zei ook over de liefde, want bijvoorbeeld als je dan praat over Pillow Talk, dat was dan eerder meer een love song. Ja, Pillow Talk, oh yeah. Ik vertel je alles, baby girl, ik ben in love. We wouden iets anders proberen, een andere, laten we zeggen, groep van fans, yeah. aantrekken, snap je? De vrouwen. Ik heb veel artiesten horen zeggen dat vrouwen, het publiek van vrouwen, dat het beste publiek is, omdat zij echt investeren in de muziek, snap je? Dus als je vrouwen aan je kant kan hebben, is echt een serieuze stap voor je. Mijn favoriet zal altijd No Lie blijven, voor mij persoonlijk, hè. Omdat we zijn anders in de muziek, laten we zeggen, industrie komen van België dan we hadden verwacht. De onthaal was veel breder dan we hadden verwacht. Alles was gewoon meer dan we hadden kunnen hopen bij No Lie. Het was echt met de hart ook. Ja, snap je? Dat was niet geforceerd. Dat was nog zo de tijd dat we zo muziek maakten, gewoon voor de fans, yeah. snap je? Ja. Dus voor mij blijft sowieso No Lie 1. Frans? Dat was echt No Lie, maar... No Lie, die pokoe heeft de meeste feelings, maar lievelingsliedje ga ik toch voor Lifestyle Crazy gaan. Lifestyle Crazy? Ja, man. Die pokoe, tot vandaag vind ik dat een van de hardste die we hebben. Jonge, jonge, dure dingen, maar je weet toch dat we grinden hiervoor. Noem me Frans, nonchalant, heb geen tijd, ik moet door. En left, ja, baby, ik weet je antwoord al, je hebt me al vaak gezegd. Lifestyle ook... Crazy. Waarom? Maar jij zegt tegen de mensen waarom dat jij Lifestyle Crazy kiest? Ah, die vocals, man. Die vocals. Dat was te veel. Ja. je bent hoog gegaan op die. Dat was echt vanuit het hart. Bij mij Lifestyle Crazy is voor mij echt mijn minst favoriete. Mijn eerste, en ik weet niet waarom, maar ik vond Pillow Talk, toen jullie op Pillow Talk zijn gekomen, daar vond ik jullie echt officieel en professioneel. Ik vond die song echt clean. Ja, mm-hmm. Bijvoorbeeld, kijk, als je kijkt naar No Lie, No Lie is sowieso de beginning, dus No Lie staat bij mij op 2. Maar als je kijkt naar gewoon Pillow Talk, ik vond gewoon, als je die boekhoes, zoals jullie zeggen, luistert met je koptelefoon, dan voelt je echt die vibe, dat is echt een vibe, ja. Snap je? Dus ja, ik snap wat je wil zeggen, ja. Nee. Ja, en dan ook, maar respect voor Frans, want ik zeg altijd, hey, Frans is op die track, zie je ook echt hoe dat hij erin is gekomen. Respect, man, die was echt netjes. Thanks, man. Terug over No Lie. Zoals je zei, jullie onthaal was super, super, super breed en goed gegaan. Als je nu terugkijkt naar de cijfers van No Lie, waar dat jullie nu staan, jullie hebben Dior uitgebracht, dus jullie vierde liedje. Maar als je nu terugkijkt naar de cijfers van No Lie, wat doet dat met jullie? Als je kijkt van, kijk, ja, oké, dat was een liedje dat we echt zomaar hebben gemaakt. Puur alles op feeling, alles op gewoon. We zijn boys onder elkaar, we maken die track en dan kijk je naar die cijfers dat No Lie heeft behaald. Wat doet dat met jullie? Dat moet je sowieso twee keer meemaken of beter doen, snap je? Want No Lie was echt... Dat was voor onszelf te veel. Te veel. Dat was echt te veel. We wisten dat niet. Van, ik dacht No Lie ging zo 1k pakken in een week. En yeah. Ik ging al blij zijn met Ja. Geen disrespect naar andere artiesten toe, maar in België zag ik meestal zo van wanneer dat je in het begin... Zijn eerste liedje en zo, ja. Is dat altijd zo 1k, vijf, zo van die dingen, snap je? Dus ik dacht misschien... Als ik dat heb, ben ik al blij. Ineens ik zie 10k in een week. Ik zeg, wauw, dat kan niet. En dat bleef maar opstijgen, stijgen. Ja. Dat was overal.
Nola, ja, Nola. Je gaat een discotheek binnen, je wordt herkend. Ah, Nola, Nola. Ja, serieus? Ja, wel, ja, wel, ja. Worden jullie echt herkend in, als jullie op straat wandelen en zo? Is dat? Ja, dat is in Ik heb meestal in de buurt. Is een good life, man. In de buurt. Ja. Ja, man. Dan zie ik wel veel mensen zo kijken of zeggen van... Hey, bim, 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 bim. Snap je? Of één keer ik was met mijn moeder in de supermarkt. No. En ik zag een groep meisjes. En ik zag al van, oké, die hebben me herkend. Die hebben me herkend. Dus, ik was met mijn moeder, dus ik wou niet... ik wou niet zo van... Ah, de artiest uithangen of zo. Ja, ja, ja. Ik loop een beetje weg. En ik zie eens, die zitten dat liedje gewoon op luid. En die beginnen dat te zingen. Maar ik ga niet liggen, toen Nolai was uitgekomen, we hadden echt veel love gekregen. Man. Mm-hmm. Want we gingen viral, zeg maar, op onze manier. En dat was echt raar om te zien, man. Mensen maar... die normaal gezien weinig delen, ze deelden op een zelf. Houseparties. Zelfs een paar mensen in Nederland. Zelf in Nederland wordt Nola herkend soms. Als ik zo met mensen praat. Ja, die tune ken ik wel. Er was nog een jaar geleden een video rond van een rapper. Die was aan Weerlift. Dat was K.A. 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 Ja, hij was daar op aan het flexen. In, in zo'n vlog of zo. Ik weet niet. Hij was echt mee aan het zingen. Uh-huh. In shock. Ik zo, nee. Dat is gek, man. Snap je? Dan zie je echt van, ja, sky is the limit. En zeker met sociale media. En iets wat ik ook nog tegen jullie wil zeggen, dat is geen echt vraag die ik erop heb geschreven. Maar dat is jullie manier van hoe dat jullie zo tracks zeg maar aankondigen. Jullie, de manier hoe dat jullie dat promoten, dat is bij jullie denk ik dat echt goed is. Omdat jullie echt lang op voorhand... Ja. En jullie pagina, jullie verwijderen ook altijd alles, hè? Ja, ja, ja. En lang voordat die pogo uitkomt, begin je al te promoten en zeggen van kijk, er komt iets aan. En dan de hele tijd die mensen triggeren. Ik denk dat is meestal gewoon... Wat? Of wat is dat? Is dat jullie tactiek? Dat is niet echt tactiek. Mooi. Want ik denk dat echt een strategie is die echt werkt, omdat jullie halen alles weg. En daarna zeggen van oké, kijk mannen, op die datum komt er iets nieuws uit. En iedereen staat aan te popelen van shit, wat komt er? Nee, tuurlijk. In het begin werkte dat wel heel goed. Maar we gaan niet liegen. Op basis van 2 jaar 4 liedjes is natuurlijk niet veel, snap je? Dus naarmate dat je, als je die tactiek gebruikt, soms gaat dat niet per se werken soms. Hoe denken jullie daar dan ook over? Bijvoorbeeld, je zegt nu in 2 jaar hebben we 4 liedjes uitgebracht. Is dat goed? Is dat volgens de planning? Of willen jullie meer beginnen uitbrengen? Hoe denken jullie daarover? Want natuurlijk, jullie zijn part-time artiest en part-time ook Baliman, snap je? Ja. Je moet natuurlijk dat balans vinden, waar ligt de prioriteit ook, snap je? Ja, natuurlijk. Daar heb je sowieso gelijk. Maar het punt is wel dat we veel verder hadden kunnen staan, snap je? Als je consistent bent, natuurlijk kan dat veel sneller, ja. Dat is no cap. We hadden veel verder kunnen staan. Jullie zijn een beetje lekking. Ja, we zijn lekking geweest. We proberen daar verandering in te brengen, maar het is niet altijd evident. Maar ja, mijn gevoel is gewoon dubbelzinnig, snap je? Want ik weet waar we verder kunnen staan. Maar het is niet dat wij dat zo erg vinden, omdat we ook nog steeds part-time met voetbal zitten, snap je? Dus dat is zo'n dilemma, zo. Dus het is een beetje raar soms. Het was niet echt kwestie van studio toen. Dat was ook... op dat moment hadden we echt 2 liedjes gemaakt, snap je? En als we na Nolai, denk ik, direct een tweede tune hadden uitgebracht, dan zouden we echt gelijk, denk ik, misschien direct die stap hoger hebben gemaakt, snap je? Maar is dat echt zo? Want ik hoor vaker, misschien dat Frans daarop kan antwoorden, ik hoor vaker dat artiesten zeggen van kijk, je moet het juiste balans vinden tussen quantity en quality, snap je? Als je kunt niet zomaar een liedje uitbrengen en dan direct daarna, zoals jij zegt, direct met een nieuwe hit komen. Wat? Waarom leg je? Quantity en quality. Vraag je wat je hebt gezegd. Maar hij is bezig. Weet je wat? Weet je wat quantity en quality is? Deze moet je katten, man. Nee, kijk. Oké, wacht. Ik ga andere woorden gebruiken. Snap je? Quantity en quality, dat is hoeveelheid en kwaliteit. Snap je? Hoeveelheid en kwaliteit. En jullie, en bijvoorbeeld, Lef zegt nu van ja, moesten we na Nolai terug met een banger komen, gingen we sowieso een stap vooruit, snap je? Maar... jullie weten dat niet, maar ik en Left zien elkaar sowieso vaker. Dus we hebben daar alles over eens gesproken. En hij zei van, stel dat je een banger uitbrengt. En kort daarna brengt hij een nieuwe banger uit. En daarna weer een nieuwe banger. Gaan dat nog steeds bangers zijn? Of gaat dat gewoon... mensen gaan gewoon wennen aan, oké, ze brengen weer een nieuw liedje uit. Ja, terwijl als je wacht en die mensen staan te popelen van, shit, wanneer brengen jullie nog iets uit? En dan ineens zeggen jullie tegen die mensen van, hey, we gaan iets uitbrengen. Iedereen zegt, shit.
Maar weet je wat nadeel is aan dat? De fans gaan misschien niet meer hongerig zijn. En het verschil is ook, als je een banger brengt, je brengt een tweede banger, je trekt andere artiesten aan. Dus als je dan automatisch een EFT maakt met iemand die iets hoger is, dan gaan bangers blijven. Snap je wat ik wil zeggen? Zeker. Ik zie maar een voorbeeld, Brian G. Hij brengt een banger uit, hij brengt nog een banger uit. Maar dan hij brengt bangers uit met vrienden. Bangers uit met, snap je, dat brengt die bangers naar een ander niveau. Snap je? Inderdaad. Als je dat alleen blijft brengen, snap je? We schrijven meestal gewoon zelf. Hè. We krijgen wel soms, laten we zeggen, als ik bijvoorbeeld ergens vastzit of als vloggen vastzit, helpen we elkaar. Of is Boezy in de studio, helpt hij ook even met schrijven. Een beetje meer ervaring heeft. Maar... Oh, we schrijven alles. Ja, grotendeels gewoon alles. Ja, iedereen zijn eigen tekst. Ja? Sterk. Oké, sterk. Oh, is het eigenlijk, moet ik Frans zeggen of moet ik vloggen zeggen? Wat is het nu? De beide, man. Ja? Vloggen. Ik vind Frans veel beter, man. Frans blijft, dat blijft bij. De helft zegt vloggen, de helft zegt Frans. Ik ga het bij Frans houden, man. Vlog was de eerste, na. Ja, vloggen was... Dat is echt alleen, zoals je niet veel weet dat. Ja. Maar Frans was viraal gegaan. Frans is viraal gegaan, man. Viraal, ja, klopt, oké, oké. Wat? Ah, bro, er is een microfoon achterin. Die kleine dingetjes, ik ga dit ondertitelen, ze gaan het horen. Nee, ik lach. Ja, man. Zijn er mensen die zeggen van ja, Bim, ik ben flikkers of zo? Nog nooit haat ervaren. Maar ik weet wel dat er wordt gesproken en zo. Mm-hmm. Maar niet in jullie gezicht of openbaar of zo. Ja, openbaar. Dat is het ding. Mm-hmm. Altijd achter de rug. Dus jullie horen zo via van mensen. Ja, kom on, face to face, broer. Ja. Hallo? Nu dat jullie dat toch op die manier zeggen, ik was onlangs, ik denk een anderhalve week geleden, was ik bij een dame. En er was een vriendin van haar en ze waren muziek aan het luisteren. Het was in de avond, ze waren late night gewoon een beetje aan het viben. En we komen tot een punt waar ik zei van laat mij eens een liedje afspelen. En dat was zo'n paar dagen voordat die eruit kwam. En ik zei zo van ja, laat mijn liedje afspelen. En ik had Pillow Talk opgezet, snap je? Want ik kwam een beetje in die mood komen met die chickies. Ik zei het jullie, dat is mijn go-to, hè. Ik ben niet aan het lachen en het is niet omdat ik jullie graag heb, maar ik vibe op Pillow Talk. Dus ik zeg, wat? Wat? Die man is vies hier. Hij is vies. Dus ik zet Pillow Talk op. En de eerste reactie van die chick was, Chris, nee, niet Bim. Oh. Ik zweer het. Ben je serieus? Ja, en ik had ze beat. Als de camera weg is, kijk ik wel die naam van die chickie zeggen als jullie willen. Maar ze, Chris, niet Bim. En ik zeg direct van... Oh, hoezo? Hoe kun je haten op Pillow Talk? Want Pillow Talk is echt mijn baby song. Hoe kun je haten op Pillow Talk? Dat is proper. Nee. Dat zijn gewoon wannabe fakers en alleen maar autotunes. Damn. Wat doet dat met jullie dat iemand zegt van ja, jullie gebruiken alleen maar autotune? Want jullie gebruiken autotune, hè? Dat is een feit, hè? Ja, dat is een feit, man. Dat is een feit. Even serieus, dude. Ja. Wie gebruikt deze dag geen autotune? Denk dus vloggen? Nee, dus pas op, hè. Wow. Jij ook? Soms. Ja, maar... Gebruik je autotune? Soms. Kijk, man. King hell, zweer! Want hij was mijn lieveling. Frans was mijn lieveling van de groep. Ik zei het u. Omdat hij altijd met die deep voice kwam. Dus ik zei, hij houdt het tenminste real. Die voice is twee andere bitches hier. Die voice is niet fake. Die voice is real. Ja. Maar dus jij ook nu? Ja, maar nee, ik... F***ing hell, man. Vloggen gebruik ik het minst, laten we. Ja, het minst. Wow. Dat is alleen wanneer hij een beetje moet zingen, maar ja. Voor de rest... Mogen jij zeggen, ja, wie gebruikt... Wie gebruikt er geen... Die hele mensen die dat zeggen, dat zijn zeveraars. Ik kan niet eens naar zo'n mensen luisteren. Ja, want dat zijn chicks die vibe op Frenna. Hoe gaat je zeggen, geen autotune? Alsjeblieft, Henky autotune. Frenna autotune. Bro, iedereen, zelfs Jonah Frenz, iedereen gebruikt autotune. Zelfs dat je luistert naar Chris Brown, mensen met een echte stem. Zelf Chris Brown gebruikt autotune. Ja, sowieso die man ook soms, snap je? Snap je wat ik wil zeggen? Er is maar een klein procent dat gewoon niet meer met autotune werkt. Autotune is gewoon, dat is een deel van muziek nu. Dus. Dat zijn sommige mensen die zeggen, autotune die luistert naar 6ix9ine en zo waarschijnlijk. Of naar Travis Scott. Het ding is ook, het is niet alsof dat wij maaiak veel autotune gebruiken. Dat is gewoon... Mensen vergeten het verschil tussen effecten op je stem zetten en autotune. Wat is het verschil? Want ik weet dat echt niet. Soms gooien we bijvoorbeeld effecten, waardoor dat je stem bijvoorbeeld een andere sound gaat geven. Ja, oké. Maar jij
jij zingt dat nog steeds in, snap je? Mm-hmm. Alleen die effect zorgt ervoor bijvoorbeeld dat dat ineens een ander geluid geeft, snap je? Maar dat is geen autotune. En wat mensen ook, mensen ook veel vergeten is, het is niet dat je autotune gebruikt dat je opeens kan zingen. Ja, je moet dus ook juist zingen, dat dat klopt met de autotune en met je stem. Autotune aan, twaalf Chris Brown. Dat is niet, maar je moet iets kunnen dat is, hebben. Dat is een extra dat je erbij neemt, maar je kan niet zomaar... Oké. Dat ben je te veel. Gotcha. Momenteel kan ik wel zonder, laten we zeggen, maar ik denk wel binnenkort moeten er wel veranderingen gebeuren. Wat bedoel je dan? Ga je settelen? Ja, man. Ja? Ja, man. Heb ik binnenkort of er is daar iemand in het oog? Nee, ik heb nog niet iemand in het oog. Mooi, ik weet niet of ik iemand in het oog heb, maar dat moet gewoon komen. Snap je? Je kan niet. Ja? Door tijd dat Lefty contract tekent. Oh shit. Maar, wie de gelukkige is, ik weet dat nog. Wie de gelukkige. Frans, praat met ze. Zeg ze. Bij mij is dat wel belangrijk. En soms, want ik ben het meest bezig met voetbal en muziek dan. Mm-hmm. Soms heb ik een uitlaat even iets anders nodig. Dat betekent... Even. Nee, niet even. Slash No man. Zit jij in een relatie? Ja man. Hoe lang is dat? Nu een jaar, een paar maanden. Oh! Al een jaar? Ja man. Echt, het is solide. Solide. Oh, respect les. Wat je wat plezier in binnen. Ah, man. Wow, hoe is het mogelijk, man? Hoe zit het met jou dan? Ja, man, ik zeg je eerlijk, inderdaad, dat is belangrijk gevonden. Mm-hmm. Als je een druk leven hebt, iets waar je elke dag mee bezig bent, bijvoorbeeld voetbal of muziek, je kunt soms donkere dagen hebben, snap je? Donkere dagen, man. Laten we zeggen, bij voetbal, jij weet zelf, op een bepaald moment als je vastzit en zo, ja, je hebt iemand nodig, snap je? En het kan niet altijd je boys zijn. Ja, snap je, want dat is ook anders, snap je? Is andere affectie, andere liefde, andere steun. En mijn vrouw is dan nog steeds iets anders, snap je? Ja. En man, godzijdank, ik heb nu een dochter. Ja, nog steeds, ik heb ook een vriendin natuurlijk. Mm-hmm. Dus nee, maar ik probeer me gewoon... Je zei dat precies zo tegen je goesting. Ja, ik heb ook een vriendin natuurlijk. Ik ben als gewoon de moeder van mijn dochter, snap je? Mm-hmm. Dat is mijn vriendin, snap je? Tuurlijk. I don't want to disrespect her, snap je? Ja, dus ja, bro, niet echt... Knip dat. Mogli, pak hem zo. Wauw, wat moet eruit? Dan start je tranquille, man. Dat zou ik weer laten doen. Dit jaar is dat ons bereik een beetje vergroot, snap je? Niet alleen muziek uitbrengen, ook gewoon in contact te komen met mensen uit, laten we zeggen, al hoger zijn een beetje. Snap je? In die lifestyle van muziek en die ons verder gaan helpen en progresseren, snap je? Mm-hmm. In plaats van de hele tijd dezelfde fansbase hebben en dit. Oké, dat is wel leuk, maar... Gewoon jullie bereik nog meer. Ja, snap je? Je wilt een beetje van... Andere mensen leren kennen. Ja, andere mensen leren kennen. Collabs en zo. Collabs en dat soort zaken. Mm-hmm. Nederland, snap je? Nederland, aangezien dat dat nu de... De big picture is voor Belgische en Nederlandstalige artiesten, laten we zeggen. Ja, dan willen wij toch ook toebehoren, snap je? We hebben de potentie voor, maar alleen denk ik nu gewoon de mensenkennis. Mm-hmm. Oké, we kennen wel mensen, maar echt, snap je, ook met hun in de studio zitten en die cap maken, snap je? Mm-hmm. Dat is dit jaar echt het doel voor BIM. Gewoon zoals Lef heeft gezegd, uitbreiden, snap je? Nu, laten we zeggen, onze muziek wordt beluisterd door die persoon die kent. Er zijn mensen die wij totaal niet kennen, snap je? Mm-hmm. Maar die gaan dat sowieso van iemand hebben die wij misschien kennen, snap je? Mm-hmm. Dat is zo via. Maar is dat niet ook normaal? Is dat niet normaal? Ja, dat is zoiets. Het is altijd geleerd jullie iemand kennen via. Ja, toch? Maar laten we zeggen, ik wil ook gewoon dat, zeg maar, dat dat zou zijn in een shisha bar in Nederland of zo. Waar je echt niks dat wordt afgespeeld, snap je? Dan ga ik het gevoel hebben van, saf, we zijn echt ergens aan het geraken. We hebben een level overgeslagen. Ja, snap je wat ik wil zeggen? Ja, mensen sturen mijn video van een verjaardagfeest. Maar er was toevallig iemand die ik ken, misschien heeft dat aangedaan of zo. Ja, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Ja. Dat wij ook qua sociale media mensen aantrekken, snap je? Mm-hmm. Dat mensen ons gaan volgen. We willen ook binnenkort, want we krijgen veel aanvragen. Want we dragen alle drie soms, we droegen een pul van BIM bijvoorbeeld. En we willen dat ook gewoon
als we echt zien dat we hard gaan, yeah. ging daarmee iets doen, snap je? T-shirts, draaien. We willen echt een independent, zeg maar, business worden. Mm-hmm. Snap je? Daarvoor ja, moet je ook eerst, zoals Levi zegt, de muziek moet ook bekender worden. Moet relevant worden, echt. Ja, echt. Ja, mensen denken dat BIM alleen muziek is. BIM is niet alleen muziek. Het is ballers in music. Wow, het is echt een verhaal. Hè? Snap je? U weet, worden we ook ineens gewoon een agency voor young baller, voor young ballymannen, snap je? Kan ja, kan gewoon. We hebben voetbal, we hebben kennis van voetbal, kennis van muziek. Er zit heel veel potentie in. Dat is echt toekomstgericht dan van management. En dat is wel het lange termijn. Nu, momenteel, moeten we beginnen met de basement, fundament bouwen, connecties, muziek laten draaien. Dat was wat jullie doen, hè? Jij en Nathan. Yeah. Jullie posten elke dag. Snap je? Jullie zijn consistent. Jullie maken video's. Jullie investeren. Camera's. Paf. Yeah. Merchandise. Hier, ik draag Hassel. Dat is misschien een oude collectie. Maar jullie gaan terug Hassel uitbrengen. Yeah. Snap je? Dus wij willen ook zoiets doen. Zet je met BIM. Tuurlijk. Collab met Brok Studios Antwerpen. Niet dat Brok Studios toch aan het licht komt, zeg maar. Jullie moeten die man ook voor mij fixen. Want ik zou graag eens met hem een Church Questions maken met SP. Essen naar Brok Studios. Ja. Wie wilt het vaakst naar de studio van de drie? Left. Ja. Wie is de beste schrijver? Left. Oké. Okay. Ja, oh nee, maar ik ben aan het denken, want sommige liedjes zijn jullie ook hard, snap je? Ja, jullie ook. Algemeen. Er zijn toch liedjes dat die nog niet hebben gehoord, of in het algemeen gewoon. Oh, is mooi Left. Wie is de beste performer? Left of fuck? Wat? Ah, een van de twee. Ah. Die man! Als er optreden is, hij is man, hij is andere man. Zweet? Ik ga een beetje uitleggen. Optreden, dat is iets nieuws, snap je? Hoeveel is nieuws? In ons leven. Dat is een andere stap. Maar niet veel kunnen optredens geven. Klap. Mogelijkheid om te kunnen optreden. Ja, Dat wel gehad een paar keer. En dat is denk ik het leukste wat je kunt doen als artiest. En hoe bedoel je dan? Hij is een andere man dan. Broer, die man. Hij praat niet veel, snap je? Ja. Maar tijdens optreden. Ik weet nog, er was zo. Dus eerste optreden. Hij is in zijn domein. Ja, man, eerste optreden. Snap je? Waarom lacht die man? Er zijn rare dingen gebeurd, maar jullie willen niet zeggen. Hoe zo? Eerste optreden. Ja. Zelf ik was een beetje verlegen, snap je? Ja. En mensen zouden denken van, nee, Left. En we zijn bezig, bam. En dat was gewoon een lange podium, snap je? Waar je echt zo tussen kan precies lopen. Catwalk, zo. Is nice. We waren eerst allemaal gewoon zo aan het flexen. Niemand durfde echt zo voor die publiek te gaan. En ik zie ineens, vloggen krijgt de klik. Bah! En hij begint ineens te stappen en snap je? Ja. En dan, optreden is gedaan. Uh-huh. Wij willen er zo snel mogelijk loose gaan. Ik zie één man in is SOS. Check onze boek. Check onze boek. Boys in music love. En hij begint te praten met de fans en zo. En ik kijk, ze alles gaat gewoon vanzelf. Echt natural. Maar dat is mooi. Sowieso, man. Ja, is positief. Ja, dat is een teken dat je ervoor gemaakt is. Optreden zijn. Ben je klaar? Wie is de beste voetballer? Iedereen noemt me. Waarom zegt nu niemand iets? Wie is de beste voetballer? We zijn alle drie verschillend. Ik ben een spits. Hij is een middenvelder / flank. Hij is een middenvelder. Wie heeft het meeste talent? Mowgli. Oké. De meeste talent, ja. Meeste talent, Mowgli. Hij heeft ook, denk ik, het hoogst gespeeld. Het hoogst gespeeld. Oké. Okay. Die jongen kan er wel van. Oké. En dan laatste. Wie gelooft het meest in BIM? Ja, ik zou denk ik alle drie zeggen, maar... Ja? Echt één iemand. Mowgli zei hij. Mowgli en Left. Jij het minst? Ja, ik denk Mowgli ook gewoon. Hoezo Frans, jij het minst? Is jij het minste dan? Bijvoorbeeld muziek maken, kom naar de studio, echt motiveren om een nieuwe poek te maken, dan is Left. Maar ze gaat om buiten muziek, met iets met echt een vision, met sociale media en al die dingen, dan is Mowgli als eerste. Oké. En ik ben er gewoon, zoals jij die twee. Ik ben er gewoon. Jij bent de performer. Is ook belangrijk. Ik zeg je eerlijk, broer. Ja. BIM kan echt ver gaan. Ik geloof daar ook in. BIM kan ver gaan. Niet alleen BIM, snap je? We hebben ook een artiest die solo heel ver kan gaan, snap je?
Hoe bedoel je? Ik zeg maar lift, snap je? Hij kan ook heel veel. Oh, in die, ja. Op die manier. Ja, ja, ja. Uiteindelijk, we hebben al vaak gezegd, snap je? In een groep is dat zoals in de voetbalploeg. Je hebt altijd één speler die er bovenuit steekt, bij zo'n spreken. Snap je? Mm-hmm. Maar de ploeg moet wel. Alleen, je hebt als collectief natuurlijk altijd sterker. Maar wie zegt dat BIM niet kan groeien door een FT van een artiest met een andere artiest, snap je? Ja. Dat blijft BIM, snap je? Klopt. En dus zo moeten we ook. We shine a sun, ja, snap je? Zo is het gewoon. Zo moeten we ook gaan beginnen denken, snap je? Het is niet van we moeten altijd alle drie op één liedje staan, snap je? Ja, ik snap het. Uiteindelijk, dat blijft BIM. En dat is wel iets dat we misschien aan gaan werken in de toekomst. En wat ons misschien ook vooruit kan helpen, snap je? Want soms we maken liedjes. Misschien de ene voelt dat liedje niet echt, snap je? Ja, 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 of hij kan zich niet echt vinden in dat liedje, snap je wat ik wil zeggen? Dan hoeft hij er niet per se op, snap je? En dan is dat ook niet erg als we een liedje uitbrengen, dat is met twee of met andere artiesten, zo, snap je? SFB deed dat ook. En een van de redenen waarom dat BIM inderdaad zou kunnen ontploffen en groot zou worden, is gewoon omdat tegenwoordig gaat veel over storytelling, snap je? Ja, en er zit echt een verhaal in dat grijpend is, snap je? Ballers in music, bijvoorbeeld, al bijna alle Ballymans over heel de wereld kunnen bijna relaten en jullie, die voelen wat dat jullie zeggen, snap je? Ja, ik bedoel, alles gaat goed, daarna gaat het minder goed, jullie praten over chicks, jullie praten over die lifestyle, ik wil mama goed zetten, ik wil mijn dochtertje zien in designer, en dat zijn allemaal dingen die zeggen van shit, ja, ik wil dat ook, snap je? We hebben al een stap gezet qua inspiratie in België van Ballymans die muziek. Allee, ik ken er niet veel die dat deden voor ons. Ja, veel gelijk, maar zijn er nu meer die maar nu, ik zie veel jonkies ook gewoon muziek maken. Durven, ja, ja. En dat is grotendeels omdat jullie die deur hebben opengedaan voor die mannen. Ik denk niet als er geen ballers in muziek was, dat die jonkies dat zouden doen. We hebben precies al die attack gekregen, zoals je ja. Ook bijvoorbeeld toen in de tijd, toen we nog niet serieus waren, liet Focus afspelen in de kleedkamer. Mensen sloegen op mijn achterhoofd van wat doe ik, waar ben je mee bezig. En nu als Ballymans dat nu doen, dat is normaal precies. Ik vind dat zever als ze zeggen van je kunt geen twee dingen tegelijk. Je moet doen wat je graag doet. Veel mensen weten niet, veel Ballymans zijn ook gewoon businessmannen. Oh. Mensen vergeten dan dat hij niet alleen voor Ronaldo, dat hij niet alleen voetballer Ronaldo is. Hij is ook hoteleigenaar Ronaldo. Ja. Oké, misschien heeft hij mensen die dat doen voor hem, maar hij houdt er nog steeds ook een oogje op, snap je? Tuurlijk. Dus hij is sowieso ook met twee, drie dingen, vier, vijf, zes dingen tegelijkertijd. Je moet gewoon weten wat je prioriteiten zijn en je schedules gewoon goed zitten, snap je? Kijk gewoon naar dingen, Kim Kardashian. Zeker, man. Veel mensen hebben haat op haar, maar ik heb respect voor wat die chick allemaal doet, man. God heeft ons niet alleen één talent gegeven, man. Meerdere, zoek wat je meerdere talenten zijn. Dat is de boodschap, de message van deze video, man. Lift heeft gesproken. Als er iemand is met merk en je wil dat wij promotie maken of zo, kom in onze DM op Instagram, Be Music. We zijn open voor alles. Alles gewoon, man. Zie je. Right. Je ziet het. Nu dat je toch dat zegt, zijn er toekomstige plannen of collabs die eraan komen of dat mensen... Wat is dat, collabs? Collabs. collabs. Samenwerkingen met mensen. Collabos. Ja, we zijn wel bezig met nieuwe tracks. Mm-hmm. Collabs nog niet, omdat we... Kijk, we moeten ook niet liegen, er zijn niet echt veel artiesten in België. Of veel artiesten waar wij kunnen zeggen, we kunnen een collab mee maken en dat zal klikken. Snap je? Mm-hmm. Want veel mensen zeggen van, oh ja, jullie helpen elkaar niet, dit, dat, in België, maar de kwaliteit moet er ook zijn, snap je? Tuurlijk, kan niet zomaar met iemand... Snap je? Je kan niet zomaar in eerste klasse spelen als je niet kan balie, snap je? Dus ja... Alhoewel... Een paar mannen die shotten... Maar die hebben tenminste iets, snap je? Ja, een goede basis is er. Een goed team rond hun, dat snap zeker. Je? Er zijn wel mensen hier in België waar we wel mee zouden willen werken. Alright. Er zijn wel verschillende artiesten die ons aanspreken. Met Boezie hebben we al gewerkt, maar Boezie, ja, dat is gewoon... Love, ja, dat is gewoon love. En daarna, ja, momenteel denk ik ook, we moeten gewoon eerst onszelf meer een beetje op de kaart zetten en dan kijken naar FT's. Maar we staan wel altijd open voor als je een FT wil, dan gaan we luisteren eerst of dat terecht binnen onze criteria past. En dan... vocabulair boven gehad. Om af te sluiten natuurlijk zijn er shout-outs. The floor is yours. Hey. Dat is naar mijn mama. Nee. Niet naar je mama? Ze gaan dat niet eens bekijken. Mama is naar Bantuk. Is naar Stem, Kelly, Stelly. Is naar SBP.
Jim, Esona, Dema, ja, Esona, al de BFM's. Esona Boozy, Esona Mobintao, Esona heel Beam Nation FM. En Esona Tjutje ook, voor deze video. Zeker, Charpeng. Zijn er. Kan Mowgli, zijn er shout-outs voor jou? Alle shout-outs zijn geweest, man. Nee, jongen. Dubbele A. Jullie hebben een shout-out gedaan naar jullie sheris of? Sheri. Es van de twee baby mamas, je geeft me. Es van alle paintings. Es van alle paintings, wauw man, shit. Kom maar, zo. Hoi. Es van alle. Es van alle nog. Es van alle broek, 28-30. Oké, nu bent je aan het overdrijven. Check dat. Kachtjes! Ik had het moeten afronden. Oh, wacht op. Is het een naming barber? Maar vandaag ben ik een beetje vroes. Heel vroes. Maar we staan nog steeds knap. Mag ik het zeggen of wat? Wacht een seconde, man. Jesus. Dus ja, dit was het dan. Church Questions met Bim. Ik ben super blij met deze video. Want ik hou echt van deze man. We kennen elkaar al een tijdje. Iedereen bezig zien met zijn eigen grind is echt gewoon... Dat voelt goed, snap je? Dus iedereen blijf safe, blijf sterk, blijf grinden sowieso. Stay on your grind. Blijf die paper chasen, blijf die goals chasen, blijf gewoon jullie ding doen. En niet te veel luisteren naar de haters, man. De laatste zullen de eerste. Oeh, boom. Bam. Op deze moeten we gewoon afronden. Like, comment, subscribe. Ga die mannen echt checken. Ga die mannen volgen op alle... wat is dat? Spotify, Deezer, Apple Music. I don't know. Jullie weten dat beter dan ik. Stream. Gewoon streamen. Jullie zijn aan het slapen. Stream alles streamen. Omhoog. Ga die mannen ook checken op YouTube sowieso. Subscribe naar die channel. Volg hen allemaal individueel en ook de BIM pagina. Alles gewoon doen. En dan zien we elkaar voor de next video. Ciao, banks.